meer voor de vogels alleen. Witte wolken, een blauwe lucht, de sierlijke vleugelslag van een meeuw. Het is alles het decor geworden van een oneindig theater. De hoofdrol spelen de dreunende monsters die mensenhanden hebben gemaakt om een eeuwenoude droom te verwezenlijken. Maar voor velen is de droom reeds voorbij. Vliegtuigen zijn alledaagse dingen geworden. Wie nog omhoog kijkt bij het geronk van een eenzaam straalvliegtuig, is een romantieke. En toch leeft in elk burgermannetje de heimelijke wens ook eens de stuurknuppel te omklemmen. Met onbewogen stem bevelen te geven, de koptelefoon op de oren te drukken, los te komen van de grond en hoog, steeds hoger te klimmen in de eindeloze hemel. Maar helaas, wij zijn zo nuchter geworden. Onze dromen hebben een prijskaartje gekregen. Wij vragen hoeveel kost die droom en is het wel nodig? Wij kijken omhoog, misschien wel met een beetje afgunst, en wij vragen waarom? Waarom heeft onze luchtmacht die zoveel geld kost en eigenlijk toch maar dient om ons te beschermen, waarom heeft onze luchtmacht een acrobatenploeg, de Rode Duivels? Naar mijn mening heeft de Belgische luchtmacht een stuntteam voor twee redenen. De eerste om het volk te laten zien wat wij bekwaam zijn, want we kunnen altijd niet de operationele vliegtuigen laten zien. Dus laten we een acrobatische ploeg zien en ook om de Belgische kleuren in het buitenland te verdedigen op de internationale meetings. Le but c'était de montrer ce que des pilotes belges savaient faire. De façon que le public puisse se rendre compte de la valeur de l'aviation, de la force aérienne belge. Persoonlijk denk ik dat het eerst en vooral een prestige kwestie is. Ten tweede dat het een manier is om de man in de straat, de taxbetaler dus, te tonen waarom, dus waarvoor men hun geld gebruikt. En ten derde om jongeren aan te werven, dus een soort reclamestunt. Reclame, prestige, het zijn antwoorden die ons misschien niet erg overtuigen. Maar als men merkt hoe massaal de belangstelling van het grote publiek is bij elke luchtvaartmeeting, dan moet men toch wel toegeven dat het acrobatievliegen een zeer grote aantrekkingskracht heeft. Zijn de Rode Duivels ontstaan? Wat hebben ze verwezenlijkt? Wat is dan feitelijk dat veel besproken prestige? Vroegere leiders en leden van de Rode Duivels geven daar een antwoord op. Eh bien, c'est
C'est Paul de Hulf qui a eu le premier l'idée de former une patrouille acrobatique belge. Il en a parlé au sein de l'escadrille et puis alors l'idée a plu à plusieurs jeunes pilotes et on s'est mis à s'entraîner, c'est comme ça que ça a démarré. Oh, de Rode Duiven bestaan al sedert 1952 geloof ik. Het gaat op de naam Rode Duiven is natuurlijk later gekomen. Maar er bestaat een Belgische stuntploeg al voor de oorlog en dan na de oorlog zijn ze teruggekomen uit Engeland. En er zijn veel mensen die al gestunt hebben in ploeg. Maar officieel is het maar gekomen, denk ik, na, rond de jaren 51-52. Van het eerste jaar dat wij geoefend waren, hebben wij een grote prijs gewonnen in Lyon in 52, waar een concours had plaats geweest. Tussen patrouille van France, van Engeland en van de Verenigde Staten. En wij hebben gewonnen. De oefeningen die de Rode Duivels deden in die tijd, kunnen die vergeleken worden met de oefeningen die de buitenlandse formaties deden? Vanaf 1952, ik zou zeggen ja. Omdat vanaf dit jaar, en dat is daar de Rode Duivels geboren zijn, vanaf dit jaar hebben wij regelmatig onze patrouille geoefend. En vroeger was het geval niet. De Belgen maakten maar een patrouille een maand voor een meeting. En dat was niet genoeg natuurlijk om iets goed te kunnen presenteren. Kunt u een vergelijking maken tussen de eerste Rode Duivelsploeg en de huidige? Ja, ik zou zeggen dat de techniek van de, zoals in alle beroepen, de techniek van de Rode Duivels nu is natuurlijk veel beter, omdat de show is veel meer goed gepresenteerd, de figuren zijn meer verschillend, de show is veel meer aangenaam te zien. Vroeger was het maar acrobaties in formatie. En wij keken niet veel naar de show itself. We waren tevreden maar met acrobaties te doen. Nu is het veel meer geheel, compleet. Hoe wordt men nu lid van de Rode Duivelsploeg? Major de Valleins, de huidige commandant van de ploeg, geeft ons daar een antwoord op. Wel, eerst moet men vrijwilliger zijn, dus te zeggen er iets voor voelen. Dan, ten tweede moet men het geluk hebben van op de basis te zijn waar dat het stuntteam opgesteld wordt en van waaruit het werkt. En dan, ten derde, is alles kwestie van training. En deze training begint in dit sombere gebouw, de Cheruzet-kazerne te Brussel. Kandidaatpiloten worden eerst aan een streng medisch onderzoek onderworpen. Niet alleen lichamelijk moet alles in orde zijn, ook de reacties worden getest. Het weerstandsvermogen, de coördinatie van verschillende bewegingen, het evenwichtsgevoel en de zelfbeheersing. Geslaagd is in dit zware examen, meent dat nu de pilotenhemel voor hem opengaat.
Helaas, de werkelijkheid is helemaal anders. Voor hem beginnen nu de doodgewone troeptribulaties van inkleding, kennismaking met een boel kledingstukken die passen of niet passen, kennismaking met koude, onpersoonlijke kamers, kortom, kennismaking met die vreemde, ongezellige atmosfeer die in alle kazernes ter wereld dezelfde is. Maar als hij in het opleidingscentrum van Goetsenhoven uit de bus stapt, dan brengt het zicht van de oude getrouwe SV4's weer wat zon in zijn hart. Dan begint de opleiding. Niet zomaar meteen vliegen natuurlijk, ofschoon daar al heel vlug mee begonnen wordt. Maar daarnaast staat er nog zoveel op het programma. Kennis van de motor, de boordinstrumenten, de weerkunde, de aerodynamica, een cursus in het Engels, de internationale taal in de luchtvaart, het blindvliegen enzovoorts enzovoorts. This is an airplane. This is an airport. This is an airport. The plane is only on the airfield. The plane is only on the airfield. This is a train. This is a train. Miss 41 maintain. And Miss 41 maintain 190. 41 maintaining 190. And Miss 41 check surface wind 270 degrees 15 knots. Miss 41 and Miss 41 say again. Miss 41 now. En dan is er natuurlijk het vliegen, en meer in het bijzonder het acrobatievliegen. Iedere leerling moet voor zijn eindproef 5 figuren uitvoeren. De lus of de looping, de rol, het kantelen, de immelman en de tonrol. Tip 26, you are clear to join the circuit. Oh, go ahead, 26, for you join the circuit. Er gaat van het acrobatievliegen een vreemde bekoring uit, die voor leken misschien moeilijk te begrijpen is. Waarom neemt een normaal, evenwichtig, volwassen man
zoveel risico's. Oh, dat is een zeer moeilijke vraag, dat kan ik zelf niet uitleggen. Waarom kruipen er mensen op de bergen? Waarom doen er sommige mensen iets speciaal? Ik geloof dat het dezelfde reden zijn. C'est difficile à exprimer, je crois que c'est surtout une satisfaction de pouvoir faire quelque chose qui est difficile et de bien le faire. Wordt in het aanleren van deze figuren de kern gelegd voor het samenstellen van de latere Rode Duivelsploeg? Hoe komt het dan dat er zo weinig kandidaten zijn? Waarom wordt iemand Rode Duivel? Wel, omdat ik het graag doe. En ik denk dat ik wel na enkele jaren luchtmacht min of meer op de achtergrond, dus van het smaldeel, wel dan toont men zich misschien graag eventueel aan het publiek dus. Een soort zelfvoldoening ook? Wel, dat is een zelfvoldoening, ja. Onze leerling is nu een volwaardig piloot, maar de kleine SV-4-toestellen waren slechts de aanloop naar de moderne straaljagers. Op de basis van Woensdrecht en Eindhoven in Nederland maakt hij kennis met zwaardere en snellere types van vliegtuigen. If you wish, you can come up the ladder. De samenwerking tussen Nederland en België gaat nog veel verder. Een der leden van de Belgische Rode Duivelsploeg is een Nederlander. Luitenant Van Meert, u bent Nederlander. Hoe bent u bij de Rode Duivels terechtgekomen? Dat is dus verleden jaar gebeurd. Om en nabij 3 tot 4 weken voor de show, voor het eerste optreden van de Rode Duivels. Toen heeft men hier dus een accident gehad, waardoor dus een persoon om het leven is gekomen. En men had dus iemand nodig in het team voor de optreden van verleden jaar juni. En ik was dus met vakantie. En aangezien ik dus enige ervaring had met dit werk in Nederland, is men mij dus komen vragen of ik dus mee wilde doen met de Rode Duivels. Dat heb ik dus toen gedaan. Ik ben dus onmiddellijk teruggekomen van vakantie. En ben dus toen gaan trainen om dus op standaard te zijn 3 weken later voor het eerste optreden van de Rode Duivels voor het publiek hier in België. En zo zijn we terug bij onze Rode Duivels. Wie beter dan zij zou onze jonge piloten kunnen opleiden? Want dat is tenslotte hun hoofdtaak, instructeur zijn. In tegenstelling met andere stuntploegen kunnen de Rode Duivels alleen maar na hun gewone diensturen oefenen. We'll be right back.
echte amateurs. En zij moeten er heel wat voor opofferen. Zij niet alleen trouwens, want ze hebben alle vrouw en kinderen. Luitenant, bent u getrouwd? Ik ben getrouwd, ja. Hoeveel kinderen hebt u? Ik heb 3 kinderen. Wat zegt mevrouw van Meerte over beroep, laten we het maar zeggen? Ze is voor het vliegen zeer enthousiast. Alleen de meetings, dat het dus elk weekend ben je dus in feite van huis en dat is dus een factor die dus voor haar dus niet zo prettig is. Denkt ze nooit aan het gevaar? Nee. Tenminste, dat heeft ze mij dus nooit laten merken. Kapitein, wat denkt uw vrouw, wat denken uw kinderen over uw beroep? Wel, eerst en vooral mijn kinderen, die denken daar nog niet heel veel over. Ik denk, wel, alles wat vliegt, dat zijn papa's voor hun. Wat mijn vrouw betreft, wel, ik denk dat die wel fier is op mij. Mevrouw, toen uw man u mededeelde dat hij lid zou worden van de Rode Duivelsploeg, wat heeft u toen gedacht? Ik vond het buitengewoon aangenaam voor hem en ook voor mij. Daarna echter zijn er enkele onaangename dingen bijgekomen, maar... Welke onaangename dingen? Ja, de weekenden die dikwijls weg zijn. Dat is minder erg, dat is toch werkelijk. Hebt u nooit gedacht aan het grotere risico dat hij liep? Nee, ik denk dat mijn man wel en al de leden van de Rode Duivels een paar piloten zijn. Mevrouw de Wallijns, hoe lang bent u getrouwd? Ongeveer 9 jaar en 3 maanden. Toen u trouwde met uw man, was uw man toen lid van de Rode Duivelsploeg? Nee, absoluut niet. Hij was, hij vloog solo, maar met een meteor. Toen hij u zegde dat hij leider zou worden van de Rode Duivelsploeg, wat hebt u toen gedacht? Ik vond het fantastisch van de ene kant, maar van de andere kant vond ik het veel minder plezant. En als hij nu deelneemt aan een meeting, dat hij dus acrobatie vluchten moet doen, wat zijn uw gevoelens binnenin? Binnenin wel, verleden jaar was dat nogal, ik kan moeilijk zeggen wat het eigenlijk was binnenin. Dit jaar denk ik, als ik ze zie vliegen, ik denk maar aan één zaak, dat is dat ze mooi vliegen. Maar van het ogenblik dat ik ze zie landen, dan zeg ik, ze zijn weer gelukkig geland. U hebt nooit schrik? Nee, ik denk het niet. En uw dochtertje, beseft die reeds wat haar vader doet? Ik geloof dat zij enkel beseft dat ze een déplacement doen in het buitenland, dat papa een cadeautje meebrengt.